Sander Dikkenberg, daar zie je het in mee. Goedemorgen! Het is donderdag vandaag en vandaag is volgens mij de laatste ochtend voor de komende weken dat ik vanuit huis vlog. Want we gaan vandaag dus alles inpakken voor de vakantie. Ik zal een klein beetje misschien gedurende de dag proberen te laten zien wat wij allemaal meenemen. En Yoda, de laatste dagje op school en op de opvang. Heb je er zin in, je laatste dagje school? Ja. Ja, Yola die heeft vast een koptelefoon gekregen voor in de auto. En zoals je ziet is ze daar heel blij mee. Bartje, mijn lieve Bartje hier, die gaat dus morgenochtend naar Tomorrowland! Woe! Vet stad. Heel vet. Vooral omdat de main is een soort circusachtig iets. En je moet echt filmpjes maken, Bart. Die doe ik dan ook in de vlog vanmorgen. Ik neem de GoPro mee. Jullie zullen wel denken, jullie gaan toch op vakantie? Ja, maar we pakken vandaag de auto in en dan morgenochtend vertrekken we. En dan hebben we even een tussenstop in een hotelletje bij Brussel. En dan gaat Bart naar Tomorrowland en ik en Yola kunnen niet mee. Want daar is Yola nog een beetje te jong voor. Helaas, helaas, helaas. Anders hadden we dat gewoon gedaan. Want ik vind het natuurlijk wel leuk. Maar ik ben al 2 keer naar Tomorrowland geweest. Dus I know the drill. En ik ga lekker met Yola genieten en op Bart wachten. En dan de volgende ochtend vertrekken we vanaf Brussel door naar Spanje. Oké, we gaan even ontbijten. Lekker, gezellig, samen en snel. Want Bart heeft zo nog afspraken. En zonder telefoon. Zo, ik ben even lekker aan het schoonmaken. Ik ben nu aan het dweilen met de dweil. En mijn dweil, hoe noem je dit? Voet. Dweilsloffen. Van AliExpress. Shoplof. Eten. Een lekker eitje. Kirsten die kan nog even snel Bart zijn haar doen voor de vakantie. Maar Bart die heeft nu bedacht dat hij een helemaal een soort geschoren scheiding wil. Je weet wel zo'n kapsel wat jongetjes van 18 hebben. Voor de record, ik ben 37. Ja nou en, het is toch vakantie. Ik ga eens een keer proberen. Ik voel me nog gewoon 18. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump it. Alright, we zijn vast de eerste dingen aan het inpakken. Bart is de tent aan het inpakken. Mijn statief, heel belangrijk. Dat is de tent en dit is luchtbed. De tent bestaat uit 3 delen. Wel alle delen meenemen, Bart. Dit is toch 3 delen ineens? What? Kijk, dit is Bart's nieuwe kapsel. Oh, stoer is die, hè? Maar ja, het zijn 3. We moeten wel zorgen dat het compleet is. Dat is het belangrijkste. Oké, ik heb de andere 2 delen dus alweer gevonden. Kan je nagaan? Als ik dat niet had gezien, dan had Bart gewoon dat vergeten. Daar liggen de andere 2 delen. Nerd. Picknickmand voor in de tent. En allemaal van die leuke lampjes. Komt dat even goed uit. Net nog even 2 bikinis ontvangen. Dus die waren net op tijd binnen. Deze. Met een heel hoog broekje. Geen idee hoe dat staat. Maar het zou leuk kunnen zijn. En deze. Nou, ik ga ze niet meer passen. Ik gooi ze gewoon in de koffer. En we zien het daar wel hoe ze staan. So you will see. De dag voor de vakantie eten maken betekent voor mij eigenlijk een beetje scrooge. Het is dus gewoon kijken wat er is. En dan gewoon wat bij elkaar zoeken. Want ik heb dus echt geen zin meer om dan boodschappen te gaan doen. Vind ik zonde. En ik wil dat zoveel mogelijk opmaken natuurlijk. Dus ik ga hier iets mee doen. Groenten. En ik heb nog kip. Mozzarella heb ik nog. Kan ik daar nog iets mee? Oh, paprika. Nou, ik laat zo wel even zien wat dat wordt. Lig je lekker, Dex? Wat ben je lang zo? Ah, Dexie vindt het nou al niet leuk dat we op vakantie gaan. Het zou kunnen dat het morgenochtend allemaal niet past in de auto.
Zie je het zo? Ja, lekker belangrijk ook je haar. Sorry hoor, als ik mijn haar een keer geknipt heb, dan zie je het niet eens. En nou moet meneer continu zijn haar laten zien. Je hebt ook niet zo'n vette schijning. Nee, vorige keer was er alleen maar zo'n stuk af en hier een hele andere kleur. Maar goed. Anyway, ik ga slapen en ga morgen lekker weg. Yes! Wel heel veel zin in hoor, dat wel. Oh ja, en nog iets heel erg leuks. Ik heb bijna 5000 abonnees. Yeah! Waarschijnlijk, als jullie dit zien, dat is dus een week later, dan zit hij daar al overheen. Maar op dit moment bijna. Op dit moment nog 3 of zo en dan hebben we 5000 abonnees! Yay! En eigenlijk voor de tijd dat ik bezig ben met YouTube lijkt het best weinig. Want ik ben eigenlijk al heel lang op YouTube. Maar voor de tijd dat ik echt vlog, is het echt reet snel gegaan. Dus thank you all! Ik vind het eigenlijk super snel gegaan. En ja, laten we vooral zo lekker doorgaan. Good night! Oh ja, en als je nog niet geabonneerd bent, help me dan even naar die 10.000. Doei! Later!